De enige die overblijft is dan waarschijnlijk toch Louis, toch? Nee, dan zou ik veel liever Dick hebben. Ja, nee, Dickie ook prima, met Van Bronckhorst. Vind ik prima. Dat zou ook nog kunnen. Ja, prima. Niks mis mee. Maar is dat de leider die ze zoeken dan? Dick. Nee, maar de leider die ze zoeken, die is er niet. Want de enige leider, dat is Humpy Dump daar... die heeft zoveel, negatieve kantjes. Die nemen ze niet en ik zou hem ook niet nemen. Wat vind je trouwens van de selectie van de dames? Heb je er nog een oordeel over of niet? Nou, ik ben in die dames helemaal niet geïnteresseerd. Nou, oké, dan gaan we weer door. Maar Dick heeft natuurlijk, zeg maar, bij Feyenoord best een half jaar op zijn tanden moeten bijten. Dat is ook wel een beetje triest natuurlijk, hè? Dat zo'n teringaap als Berghuis het die man zo moeilijk maakt, weet je wel. Nou, en Pierre van Hooydonk op de achtergrond. Ja, maar Dick heeft echt s'nachts van wakker gelegen, weet je, in dat kleine bedje. Ja, volgens mij wel. Maar dat is toch... heb ik hem niet horen zeggen, maar... Nee, maar buiten dat... Dat voelde je wel een beetje. Nee, wij bepalen nu dat hij wakker gelegen heeft. Dat hoorde ik wel van iedereen. Maar ik bedoel, je laait toch door zo'n minkukel niet een half jaar lang... Ja, hij nam het steeds maar weer voor hem op, Amplen publiek. Dan liet hij bij Heerenveen, pakte hij weer een rode kaart. Van de gozer. Jan ook, hè. Jan is zelfs blij dat hij naar Ajax gaat. Jullie gaan even namens Jan en Dick neerzetten dat het een kwal van de gozer was. Dat is het, hè. Oké. Maar Dick heeft dat toch al een keer met Ruud gedaan ook. Ja, met Ruud, die ging opnames maken in de studio of in de kleedkamer. Hebben ze het ook niet gehaald. Nee. Dus dat blijkt natuurlijk ook niet. Nee, maar het is geen garantie. Het is geen garantie als je nieuwe mensen aanstelt dat ze het halen. Snijder, Frankrijk in de positie, dat was niet handig. Hè? Wie? Dat, dat ze weggespeeld werden door Frankrijk. Er stond Snijder in de positie. Nee, Strootman, nee, het was slecht hè, toen. Toen werden we aan alle kanten Griezmann voorbij. Niet gedekt. Nee. Heel de wedstrijd aan alle kanten voorbij gespeeld toen. Ja, dat was echt bizar toen in die wedstrijd. Maar heeft Dick ook van geleerd? Ja. Dickie wel. Ja. Ik heb niet veel nodig om... hè? Die pikt hier ook veel op. En dan zit hij bij ons te luisteren daarboven. En dan hoort hij al die verhalen van jullie. En dan zie je, dan schrijft hij soms wat op ook. Neemt hij mee in een klein boekje. En denk je, oh, die pak ik even mee. Soms gaat hij naar de gang en dan schrijft hij tegen al wel snel op. Johan zei dit en Wim zei dat. En dan gaat hij weer. Goed, we hebben gewoon niemand. Daar komt het eigenlijk op neer, Wim. Hey, dat is de conclusie. Nou, ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainside.nl. Doei!